Heeft hij scherpe tanden? Ja, hij heeft tanden. Als je te dichtbij komt, dan is dit echt een soort die bijt. Ik had niet gedacht dat dit zou gebeuren. Het is zo eng. Dit is Frankrijk. En dit zijn Emma en Jurre. Onder toezicht van bioloog Roy en dokter Addy worden zij gestoken, gebeten en geprikt. Zijn de Franse diertjes echt gevaarlijk of is de angst groter dan het gevaar? We komen erachter wanneer de wilde dieren steken en prikken. Op vakantie! Zo, welkom bij Steken en Prikken. Op vakantie. Vandaag wordt een van ons gestoken of geprikt door... de Cornelis. De Cornelis? Sorry, maar waar heb je het over, Roy? Nou, kijk maar. 1, 2, 3. 4. Ik zie niks. Oh, Sam! Ik had niet gedacht dat dit zou gebeuren. Het moest er een keer van komen. Een slang. En in het Nederlands heet hij de gladde slang. De gladde slang. Ik wist ook wel, toen we naar Frankrijk gingen... en ik dat dan soms tegen mensen zei... zeiden mensen van, oh, ga je dan ook een slang doen? En dan zei ik, nee. Zo gek zijn we niet in dit programma. Het is toch wel. Oh, ik moet dit even losmaken, want ik krijg het zo benauwd van dit idee. Oh, jongens. Ik wist niet dat de gladde slang bestond. Tot vandaag. Klein koppie, krauwoogjes, kleine sierlijke slang. En ineens zie ik een slangenhuid. Kan je die eruit halen? Oh. Daar, pak maar. Oh. Daar. Ja, maar is die niet, gaat hij niet bijten dan? Er gebeurt helemaal niks. Wat is dit? Slangen die kunnen groeien. Maar als ze groeien, dan hebben ze niet zo'n meerekkende huid zoals wij dat hebben. Hun huid is wat droog. Dus die vervellen. En slangen kunnen dat in één geheel. Inclusief het bovenste laagje van hun ogen. Dus er komt echt zo'n heel laagje van hun lijf af. Maar wat zit er daar wat achterin? Wat is dit voor ding? Lijkt wel een hoop stroom. Nou, ja. Soms dan hoopt het een beetje op. En door de warmte verplakt het een beetje aan elkaar. Dus dat is gewoon een samengedrukt stukje vel. Weet je het zeker? Want het lijkt wel alsof... Ja, kijk maar. Je kan het uit elkaar trekken. Je kan het uitrekken. Doe maar. Zie je? Oh! Kijk eens hoe... Kijk nou! Dat is wel echt vet, toch? Ja, want we zien nu helemaal niet hoe groot hij is. Maar eigenlijk is hij dus... Iets groter dan dit. Iets groter dan dat, ja. En het zijn de vrij slanke en kleine slangetjes van Europa. Waarom heet hij de gladde slang? Goed dat je het vraagt, want eigenlijk vind ik slangen allemaal best wel glad. Ja. Maar de schubben van de meeste slangen zitten als een dakpannetje over elkaar heen. En bij deze voel je de schubben niet, want het zit glad tegen elkaar aan, zoals een tegelpad. Oh, dus het blijft glad. Oké, ik wil echt erachter komen wie dit moet gaan doen. Wil je niet toch een klein beetje meer kijken? Nee. Of ik gebeten wil worden door de gladde slang? Nee. Ik wil zeker niet gebeten worden door deze slang. Mijn hoofd reikt echt tot een bepaald punt en de slang is het plafond. Daar komt hij. Degene die gebeten gaat worden door de gladde slang is... Ik wil echt niet! Emma. Nee! Oh my god, ik ben zo blij. Nee. Echt sick. Ja, ik niet. Ik wil dit helemaal niet. Schat, durf jij dit? Door een slang gebeten worden? Ja, echt oprecht. Je door een slang laten bijten. Ja, zeg het nog een keer. Ja, maar schat, ja, ik snap niet dat je dit doet. Wat had jij gedaan dan? Ik had gezegd dat ik het absoluut niet ging doen. Ja, dat meen ik. Oh, maar Roy, dit is toch gewoon... Dit gebeurt toch nooit, dat je gebeten wordt door een slang? Als je te dichtbij komt, dan is dit echt een soort die bijt. Want hij is dus wel fel. Ja, is die agressief? Op het moment dat het moet, is die fel. Deze slang is supergoed in vertrouwen op zijn schutkleur. Hij glibbert niet weg. Deze blijft zitten, wat er ook aankomt. Een prooi, een predator, een mens. Het maakt allemaal niet uit. En als je dan te dichtbij komt, dan kruipt hij er zo in één keer uit. En dan pakt hij hem. Heeft hij scherpe tanden? Ja, hij heeft tanden. En die staan ook nog eens een beetje gekromd naar achter, zo gekruld. Ja. Waardoor hij de prooi extra goed vast kan houden. Maar hij heeft geen lange giftanden, dat dan weer niet, want het is geen gifslang. Oké. Okay. Hij kan wel zijn bek zo ver open doen. Omdat hij bijvoorbeeld een grote rat of een muis aan het eten is. Een grote rat! Of een muis. En dan maar kan ratten hij zo zijn zo! Ja, daar kan hij echt omheen. Nee. Alleen dan pout hij zijn bekkie zo open en ontlokt hij zijn kaken. En ja, dan heb je gewoon één grote parachute eigenlijk. Als ik in een tent op de camping sta, moet ik dan bang zijn dat deze slang zo onder mijn tentcel doorkruipt? Nee, ze komen niet naar je slaapzak toe. Ze komen niet op zoek naar warmte bij mensen.
ze blijven juist bij mensen weg. Dus eigenlijk kan je ze alleen tegenkomen als jij in de gebieden gaat wandelen waar deze dieren vanzelf leven. Dit is dus de gladde slang. De gladde slang houdt van droge, zanderige heidelandschappen met af en toe een open plek waar ze lekker in de zon kan liggen. Veel slangen leggen eieren in een holletje of onder het zand. Maar de gladde slang vindt dat allemaal veel te gevaarlijk. De gladde slang is eierlevend barend. Dat betekent dat ze eitjes legt in haar eigen buik. Die eieren komen dus in de buik uit en levende gladde glibberige gladde slangetjes glibberen de gladde slang uit. Kunnen slangen eigenlijk kleur zien? Slangen kunnen niet, ze überhaupt niet zo goed zien. Oh. Nee, ze vertrouwen eigenlijk veel meer op hun tong. Op hun geur? Op hun geur. Want ze ruiken dus met hun tong. Klopt, zij hebben een soort speciaal orgaan in hun tong, waardoor ze heel specifiek niet alleen proeven wat proef ik, maar ook waar zit het. Wat? Ja, dat is ook ingewikkeld uit te leggen, dus ik dacht misschien beter om een spelletje te doen. Daar zijn we altijd wel voor in. Jullie mogen bepalen wie de blindekom krijgt. Jij krijgt de blindekom. Ja, tuurlijk. Ik doe dit met alle liefde voor je. Jij krijgt over het zich graag op. Ik weet je, ik ben zo blij dat ik niet aan de beurt ben. Dat testje, ja, kom maar op. Oké, Jurre, dan mag jij je neus dicht doen. En Emma heeft twee theelepeltjes met iets eetbaars in haar hand. En jij moet even met je tong naar buiten kijken of je kan waarnemen wat waar zit. Dus wat zit links en wat zit rechts? Ik weet niet, ik proef echt niks. Echt niet? Ik proef alleen de substantie een beetje, maar niet wat het is. Oké, doe je neus eens open dan en doe nog een keer. Oh, Nutella. En pindakaas. En wat zit links en wat zit rechts? Nog een keer. Het is allemaal één geheel in mijn mond. Dus dit is een gokje. Ik denk links Nutella en rechts pindakaas. Ah! Oh, sorry. Joh. Sorry. Oh, het precies andersom. Nou, dat is lastig, hè? Dus hij kan gewoon vanaf een afstand kan hij al weten wat waar zit, links, rechts. Ja, en of het lekker is of niet lekker, of dat hij ervoor weg moet rennen. Wow. Kan hij allemaal alleen maar zo door dat te doen. Oké, laten we maar naar het bijtmoment gaan. Yes! Je kan dit, schat. Ik kan dit! De gladde slang. Zo glad als een babyhuidje. En hij ruikt dus met zijn tong. Ja, in stereo, hè? Want hij weet zowel wat er links als rechts van hem zit. En hij kan dus eieren baren in zijn buik en daar komen dan kleine slangetjes uit. En die kleine slangetjes worden groot en die eten gewoon een rat. Ja, maar als hij een rat kan eten, kan hij ook jouw vuist eten. Oh. Pas maar op. Oh. Oké, Roy, doe het maar gewoon. Ja? Pak hem er maar uit. Oké, dat gaan we doen. Pak die gladde slang. Het moet gebeuren. Ik weet niet precies hoe, maar we gaan het doen. Ah, hou toch op, man. Kijk dat beest. Mijn hart gaat tekeer. Die klopt in mijn borstkast. Je kan het, Em. Daar gaan we. De gladde slang. Mijn hand ligt op tafel en de kop van de slang komt steeds dichterbij. Sorry. Oh, mijn hart gaat zo hard tekeer. Mijn hart gaat zo hard tekeer en ik denk alleen maar rustig blijven, Emma. Het is zo eng. Ik ben het meest bang dat hij uit het niet zo... Maar we proberen het gewoon nog een keer. Ik probeer mijn vinger op dezelfde plek te houden. Ja, er gebeurt gewoon niet zo heel erg veel. Op een gegeven moment legt de slang zijn koppie op mijn vinger. Echt heel cute, bijna als een soort katje die zo... Hij wil gewoon chillen met je. Ik vind het een schattig slangetje, maar toch van binnen voel ik die angst... omdat het gewoon een slang is. Ik vind het heel irritant dat ik elke keer mijn vinger terugtrek, maar het is een soort reflex. Op een gegeven moment leg ik mijn andere hand op tafel. Op zich gaat het me nog goed af, vind ik. Ik zie de bek van de slang opengaan en ik denk, oeh, nu heb ik hem boos gemaakt. Ja, wow. De slang bijt en ik voel wel dat hij met zijn kaken kracht zet en tegelijkertijd met zijn tanden dus in mijn huid boort. Ik ben gebeten door een slang. Wat goed, hè? Holy shit. Wat voelde je? Het viel eigenlijk wel mee. Ja. Het doet niet heel veel pijn, eigenlijk. Nou, gelukkig.
Moet je niet iets van de kijkersvraag doen of zo? Ja, ja, ja. Sorry, ja. Ik zit zo in spanning. Oké, hier komt-ie. De kijkersvraag is van Pieternel. Stel, Emma, je zou samen met de gladde slang op vakantie gaan. Waar zou je dan heen gaan? Je houdt wel van warm. Dus dan zou ik naar Istanbul. Prachtige keuze. En heb je een vraag voor de kijker? Oh ja, Constantinopel is een mooie stad. Met hoeveel letters schrijf je dat? Goeie vraag. Laat het ons weten. Nou, ja. Oh, MC. Ik ga even plek maken voor dokter Addy, goed? Oh ja, please. Ah! Ik heb bloed. Dit wil ik van dichtbij zien. Hij is wel echt door de huid heen gegaan. Ja, je ziet hem echt heel mooi, het gaatje hier. Doet wel een beetje pijn. Ja, hij heeft gewoon echt een gaatje van een slangenbeet. Ja, dat is gewoon een slangentand. Wauw. Bij Emma zien we dat ze een klein puntje heeft. Dus wat ik als eerst doe is goed kijken. Daarna spoelen om eventuele viezigheid weg te halen. Nou ja, en ze heeft ook pijn. Dus ik doe er een pijnstillende zalf op. Nou, oh, ik heb het gehad. Je hebt het gehad. Wat een opluchting. Oh, wat fijn. Goed, ik heb de slang overleefd. Maar Em, even ter zake. Want hoeveel pijn deed hij nou op de pijnometer van 1 tot 10? 1 is een kusje en 10 is mijn arm eraf. Dan geef ik de gladde slang 4,5. Zo. Ja. Dat is een goed cijfer. Want het valt hartstikke mee eigenlijk. En ik dacht echt dat deze heel erg zou zijn. In mijn hoofd was het een 9. Ja, maar ja, schat, ik snap het wel bij een slang. Oh. En het is in de wereld ook best wel handig om een 9 in gedachten te houden voor slangen, hoor. Toch wel? Ja, want er zijn echt best wel veel slangen die wel heel veel kwaad kunnen. Oké. Nou, wij gaan deze vrijlaten. Ja? Ja. Zullen we dan in plaats van zwaaien weer jodelen terug het veld in? Met z'n vieren? Met z'n vieren. Ja? En de 5, 6, 7, 8. Oh, god.